Het is tijd voor wat verandering, jongens. Zoals jullie weten, maak ik eigenlijk al een hele tijd maak ik video's. Tech-video's, over game-pc's bouwen, over donkere kant van het internet, setups van de models, reageren op vieze posts op Reddit met tech-support gore, notebook-reviews, pc's, schermen, alles. Noem het maar op, tutorials, weet ik veel wat allemaal. In ieder geval, daar gaan we niet mee stoppen. Ik wil weer terug naar kwalitatieve video's waar ik 100% achter sta. En heel veel video's die ik maak, die zijn al zo. Dus daarbij voel ik al dat ik eigenlijk op een niveau zit van oké, man, dit kan er gewoon uit. Maar er is één serie specifiek die ik naar een hoger niveau wil tillen met kwaliteit en met hoe ze eruit zien en wat erin gebeurt. En dat is de donkere kant van het internet. Dat is een serie die heel erg gebaseerd is op een stukje ervaring en onderzoek, maar ook een groot stuk geluk. Want het lukt mij niet altijd, ja, dat is juist misschien gek en dat is ook ergens misschien wel heel goed, om mezelf te laten scammen of iets interessants te fixen, waarbij dus de content eigenlijk achterblijft en de aflevering zelf niet zo denderend is. Dan voelt het voor mij als een filler aflevering waar jullie 2 weken op wachten. En dan komt die uit en dan denk je, ja, was dit het? Nou, dat heb ik dus ook. Dus dat gaan we veranderen. Ik ga de donkere kant van het internet sowieso losbreken van de standaard uploadschema's. Dat die om de 2 weken op de donderdag komt. En hij komt dus gewoon op random momenten online. Betekent dit dat hij misschien wel minder vaak online zal gaan komen? Ja, dat zou kunnen. Het zou ook nog een keer kunnen dat het wel juist heel veel online komt. Dus ik wil gewoon datgene wat ik naar buiten breng in die serie moet op zo'n niveau zijn dat het echt super nice is. En dan kan een aflevering bijvoorbeeld meerdere afleveringen duren als in een onderwerp. Net zoals hoe ik deed bijvoorbeeld met die Instagram seksbots bijvoorbeeld. Dat duurde een aantal afleveringen en dat vond ik juist heel nice. Ik kon daarmee echt de diepte in en op die manier kon ik dat echt goed belichten met wat daar nou precies gebeurt. Dat betekent dus wel dat ik weer ruimte heb voor series die ik wel gewoon normaal kan uploaden. Dus setups van de Morrocks, de kans is nu heel groot. Ik ben nog even aan het kijken hoe ik dat precies ga inregelen en of ik dat wel tof vind om dat elke donderdag op te nemen of in ieder geval te uploaden. Kans aanwezig dat die gewoon weer elke donderdag komt. Er komen nog steeds heel veel setups binnen. Wil jij je setup insturen? Dat kan steeds via die video's in die beschrijvingen. Kan je een linkje zien. We hebben het altijd nog nodig, dus check dat zeker. Buiten dat zijn er ook nog wat andere series die nu lopen. Uiteraard hoge lichten voor mijn Twitch kanaal. Ook sinds kort heb ik een nieuwe serie gelanceerd, namelijk de Game PC Fun. Volgens mij hebben ook heel wat mensen die niet helemaal op een netvlies, maar dat is wel een serie die niet alleen maar gaat over game PC's bouwen. Dat is echt een soort podcaststijl. We bouwen een PC, een super dikke PC, maar er komen toffe gasten langs. De eerste was Patrick van MSC en dan denk je misschien van ja, die ken ik niet zo goed, maar er komen ook bekendere guys langs die jullie ook kennen van de scene, zodat we gewoon over toffe dingen kunnen praten en niet alleen maar een game PC bouwen. Want ja, dat hebben we natuurlijk wel vaker gezien en dat zal ook vaker langskomen op dit kanaal, omdat mensen dat nog steeds blijven vragen. Maar dan weten jullie in ieder geval dat niet alleen maar een game PC bouwen is. Dus ga die serie ook zeker checken. Nogmaals, afgelopen zaterdag is de eerste aflevering online gekomen. Ik vond het zelf echt super dik. Het kijkt gewoon lekker weg. Zet hem aan en geniet van je dag, man, sowieso. Dus nogmaals, even in het kort. Donkere kant van het internet breken we los van de upload, van het uploadschema. Dat worden hopelijk kwalitatief hogere video's van wat jullie eigenlijk van mij gewend zijn. In plaats van dat het filler afleveringen worden. En vanuit daar gaan we gewoon weer verder, man. Want natuurlijk stop ik niet met die shit. Die gasten die lichten nog steeds mensen op. Er gebeurt nog steeds genoeg op het internet en ook in het echte leven. Waar we naar moeten kijken, jongens, en waar ik in moet duiken. Alleen, weet wel, ik ben een one-man team. You know? Ik ben een one-man team, dus ik doe alles alleen. Behalve Femke, die helpt mij natuurlijk. Maar ik doe op dit moment alles alleen. Ik heb geen team achter mij. Een ethical hacker team, en weet ik veel wat voor team. Of de politie, of dit of dat. I'm solo. Maar dat is iets wat misschien wel een verandering krijgt een van deze dagen. We weten het niet. Misschien zijn er wat gasten hier die mij kunnen helpen. En dan heb ik het niet over gasten die hier en daar een Habbo Hotel account hebben gehackt. Nee, echte gasten uit de scene, uit dat werkveld die al jaren ervaring hebben met deze dingen. Jullie kunnen me altijd ophoeken via Insta. Maar ik maak het nu alweer te lang. Jullie weten nu what's up. Er komen nog steeds super dikke video's aan. Nogmaals thanks dat jullie altijd eigenlijk kijken naar deze video's. Dat jullie het waarderen wat ik maak. Want ik waardeer ook dat jullie er elke keer weer zijn. Nogmaals, dank jullie wel Morrocks. We zijn aanwezig. Thank you so much voor jullie vertrouwen. We gaan gewoon door, man. We're about to move, man. Op naar een nieuw niveau. Let's fucking go.